President Ramnath Kovind van India arriveert morgenmiddag in ons land voor een staatsbezoek. De president wordt vergezeld door zijn echtgenote Savita Govind en een presidentiële delegatie. Kovind is afgelopen zaterdag gestart met de drielandentour van Griekenland, Suriname en Cuba. Aldus het NDI in een vandaag uitgegeven persbericht. De Indiase presidentiële delegatie zal eerst op staatsbezoek in Griekenland vertoeven, waarna Suriname zal worden aangedaan. De afsluiting van deze bezoeken vindt plaats in Cuba. Inmiddels is in Paramaribo gearriveerd de buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname te New Delhi, Ashna Kanhain, die zich zal aansluiten bij de officiële Surinaamse delegatie in verband met het staatsbezoek. President Kovind arriveert op morgenmiddag in Suriname en zal samen met zijn Surinaamse ambtgenoot, president Desi Bouterse, besprekingen voeren in het kader van het intensiveren van de betrekkingen tussen beide landen. Het bezoek aan Suriname moet tevens gezien worden tegen de achtergrond van India's buitenlands beleid om de betrekkingen met de landen in Latijns-Amerika te versterken en uit te diepen. Ook moet het bezoek gezien worden tegen de achtergrond van een grote Indiase diaspora in ons land.